Een hele goede morgen en welkom bij Koers Kijken met John. Dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. Vergeet de video overigens niet te liken, ik waardeer het heel erg dat jullie dat doen. En laten we proberen zoveel mogelijk likes te krijgen. Maar goed, terug naar de grafieken. We zitten hier op de futures chart en ik had hier al uitgetekend dat we in een uptrend zitten. Die is doorgegaan overigens. En we zijn niet zo ver teruggezakt als dat ik op de futures chart had verwacht. We zijn niet naar de 100 day EMA gegaan, maar we zijn gebleven op de 200 daily moving average. Dat is eigenlijk ook gewoon heel erg positief en bullish. En als we deze trend kunnen voortzetten, dan zit de volgende grote resistance zit rond de 9400 tot 9500. We hebben in ieder geval nog geen retest gehad van deze downtrendlijn. Wellicht moet dat nog gebeuren. En deze futures gap is eigenlijk nog niet gevuld. Hij was wel aangeraakt, dus... Ja, omdat we er nu nog steeds niet zijn geweest, wordt de kans steeds kleiner in mijn ogen dat we die gaan raken. Voorlopig in ieder geval. En als we doorgaan naar de dagelijkse grafiek van Bitstamp. Overigens een tip, mocht je... je ziet hier een heleboel lijnen en daardoor wordt het voor jullie misschien onoverzichtelijk. Ik weet exact waar ik naar kijk, maar mocht je zelf nou eens meer overzicht willen hebben, hier aan de linkerkant heb je een oogje... En als je daarop klikt, dan verdwijnen eigenlijk alle lijnen. En dat moet je soms ook gewoon doen. Ik doe het zelf ook regelmatig, omdat die lijnen die kunnen je toch beïnvloeden in wat je op de grafieken ziet. Ja, want we zien hier gewoon dat we duidelijk wel in een uptrend zitten. Maar als je al die lijnen erop hebt zitten, ja, dan kan het zijn dat je dat even over het hoofd ziet. Maar waarom ik dat ook zeg, we zitten dus in een uptrend. De 200 daily moving average, deze gele lijn die hier loopt, dat is wel een resistance, een sterke resistance ook. We zien dat we nu net tegen die... we hebben hier een bull flag type structuur gehad. Daarna is de prijs daar omhoog uitgebroken. Als we zo direct wat dieper inzoomen, dan is dat niet per se een bull flag op de lagere timeframes. Maar was het eerder een pennant, een bullish pennant in dit geval. En op de dagelijkse grafiek zien we in ieder geval dat de koers tot stilstand is gekomen op de 8998. En want 9000 is natuurlijk ook een sterke psychologische grens. Eigenlijk alle getallen met nullen erin. Hè? Dus 9000, 8000, 8500, maar ook 8900. Dat zijn vaak sterke grenzen. En je ziet vaak dat de koers ook net daaronder of net daarboven, als je het als support ziet, tot stilstand komt. Dus ben je ook aan het traden en wil je je winst gaan nemen en denk je, oké, ik denk dat die doorgaat naar de 9000 en dan wil je uitstappen. Ja, dan moet je natuurlijk niet je verkooporder op 9000 zetten, maar dan zet je hem net daaronder. En het gaat om zoveel mogelijk winst maken, maar niet het maximale, want dat zal meestal toch niet lukken. Wil je nou meer van dit soort tips en tricks leren? Bekijk dan mijn cursus. De link vind je onderin in de beschrijving van deze video. En dan geef ik nog veel meer van dit soort tips en tricks om een betere trader te worden. Maar goed, we zijn dus tot stilstand gekomen net onder de 200 daily moving average en die 9000 grens. En ja, het is dus wel een bull type structuur wat we hier hebben. En we zitten in een uptrend. Dus de volgende major resistance, de volgende grote weerstand, die zit tussen de 94 en 95 in deze cluster hier. En wat ik zei, we zitten dus in een uptrend. En ja, je moet altijd met de trend mee gaan traden. Eigenlijk is deze rode lijn waar ik naar kijk, zodra we deze breken, dan gaan we die uptrend verliezen. Maar vooralsnog houden we die uptrend. Hè. We hebben hier een touchpoint, hier wordt hij geraakt en hier wordt hij geraakt. Zodra deze wordt gebroken naar beneden, dan is het tijd waarschijnlijk dat de dagelijkse downtrend is gaan starten. En als we kijken naar de 4 grafiek, even terug naar de dagelijkse overigens. We zien hier wel dat de RSI, die is... Overboord inderdaad. En dat lijkt ook een flinke resistance te zijn. Het kan er natuurlijk flink boven stijgen. Dat hebben we meerdere malen gezien. Even kijken wat we kunnen vinden hier. Dus dan komt het heel hoog. Vooral in tijden van heel veel FOMO. En op dit moment is iedereen wel heel bullish. Alleen is er FOMO er een beetje uit. Omdat we hier een beetje tot stilstand zijn gekomen. Maar we zitten in een uptrend. Maar er zijn ook signalen van sterke resistance, zoals de 200 daily moving average, de RSI die overboord is. Maar als we dat wel kunnen breken, dan kijk ik naar de 94 tot 9500 dollar in ieder geval. En als we even inzoomen op de 4 grafiek, dan zien we dus dat lijn 1 die hierboven loopt en lijn 3, dat was de potentiële bull flag waar ik naar aan het kijken was. Maar op een gegeven moment zag ik dat het eerder een symmetrische driehoek was, of een bullish pennant, hoe je het ook noemen wil. Die is uitgebroken en dat zijn lijn 1 en lijn 2 die hier lopen. Support, support, support. Resistance, resistance,
en dan uitbraak. Het meest logische is dat we hier een retest gaan hebben van de 8800 dollar grens en de bovenkant van deze lijn. En als we daar boven blijven en support houden, dan zie ik ons in ieder geval doorgaan naar die 200 daily moving average. En als die ook breekt, door naar de 94 tot 9500 dollar grens. En op de 1 uur grafiek, ik had het gisteren getekend dat we hier een lower high zouden vormen, of een lower high hadden gevormd hier, en dat we potentieel verder naar beneden zouden gaan om die lower high te vormen en de downtrend in te zetten. Dat is niet gebeurd. De lijn van die symmetrische driehoek, die heeft support gehouden. Daar zijn we uitgebroken en hier een retest van de bovenkant richting de 8800 dollar grens zou in dit geval niet gek zijn, omdat die 9000 dollar gewoon ook een hele sterke grens is. Dat was het in ieder geval weer voor deze week. Morgen nog wel een geschreven analyse op bitcoinmagazine.nl. En volgende week ben ik er natuurlijk ook weer met 5 verse video's. Vergeet de video's niet te liken. En ik zou zeggen een fijn weekend en happy trading.